Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video. Vandaag in deze video gaan we eigenlijk vreemd Amerikaanse snoep proeven. Ik ben dadelijk op een site terechtgekomen waar allemaal Amerikaanse snoep stond. Ik heb het zelf nog nooit van mijn langs onze leven gezien en ik ken het ook daadwerkelijk allemaal niet. En ik ga het vandaag proberen samen met Dylan. We hebben wel een beetje gespiekt, we hebben nog niks geproefd. Alle verpakkingen zijn nog dicht, dus ja, ik ben benieuwd. Zullen we beginnen met iets wat we echt helemaal niet kennen? Dit is wel eens. Mike en Ike. Lekker. Mike en Ike, zo heet het. Misschien dat sommigen van jullie het kennen, ik ken het echt niet. Nee, ik ben benieuwd. Zo, hier heb je al whiteberry, blue raspberry, strawberry, blueberry, peachberry en soort. Ja. Harry Potter gum jellies of zo. Oké, ik ga het even openmaken. Ik wil je aardbei. Wil jij de aardbei? Ik wil de aardbei. Toch, welke kleur is die aardbei? Rollig. Oh, tuurlijk, ja. Oh. Zo, een meentje. Niet groot. Nee, dat was niet zet. Hé, hey, dit is een eentje. Alsjeblieft. Ik ga voor blueberry. Ze zien er zo uit. Ja. Ik vind het een beetje naar jellybeans smaken. Net als op jellybeans, dan in een andere vorm. Het zijn soort heel zoet. Heel zoet. Val mee. Ik vind hem niet zoet. Ik vind hem wel zoet, maar ik vind hem wel lekker. Hij heeft wel echt de enigste aardbei. Ja, die oranje is peach. Dat is niet bij. Woe! Ik zal ook even het doosje laten zien. Er zit er echt gewoon van alles in. En ik heb ook een beetje alles qua smaak besteld. Dus zoet, zuur, heel pittig. En ja, ik ben benieuwd naar de rest. Ja, is die goed gekeurd? Je moet nog andere dingen gaan proeven hier, hè? Ik wil het lekker. Oké, dat is volgende. Oké, de volgende is iets wat ik persoonlijk echt heel benieuwd naar ben. Dit zegt me echt helemaal niks. Jello. Dat is een soort brilpudding-achtige substantie. Moet je dit maken? Oh, wow, is dat nergens een recept? Ja. Huh? Wacht even. Ja. Ook wat. Nou, dan gaan we heel even door. Ik durf deze eigenlijk niet te proeven. Maar dit zijn dus Jolly Rancher Hard Candy. En zoals je kan zien, het is best pittig. Keep on sucking staat er ook. Echt leuk tekst. Leuk slogan. Ander. Keep on sucking. Oké. Wil je dit ook niet gaan maken straks? Nou ja, pak hem. Het is kaneel. Nee. Ben je klaar voor? Dan moet je hier op zuigen. Ja. Doe goed in. Ik doe dat niks. Ik doe echt puur kaneel. Ja, en nou wat het wel. Ja. Ik kan ze echt niet tegen pittig, hè jongens. Ja, het is niet echt iets waar je denkt van. Nou, ja, je moet het wel lekker vinden, maar. Maar het is niet echt pittig, maar je denkt van goh, geef me wel melk, maar het is meer. Ja, je voelt tinteling op je tong. Ik vind het echt niet lekker. Beetje kaneel,
pittig kaneel. Ik wil chocomel. Maar dat is het niet. Zo. Kom maar, Mike en Ike. Zo, dit is echt niet mijn ding. Stop nou met je Mike en Ike's. Nee. Stop. We gaan nu door. Ik heb hier extra steven besteld, want ik dacht dat dit wat kleins was. En dit zijn dus Airheads. Airheads. Waar heb je toch een druif? Ja? Het is allemaal druif. Ik heb gewoon random besteld. Wist ik wat ik hem besteld heb. Ja, een druif. Wat is dat? Het is paars van kleur. Maar is het kou of zo? Oeh. Het is wel weer druif. Het ruikt er een beetje naar. Ruik eens. Kut fucking. Ja, ik had de onderkant van de tong. Dat was een tongetje leuk. Dit zit er nog niet uit, hè? Er is een heel raar smaakje aan. Dit lijkt echt een tong. Nou, proef eens. Kijk, op de tong. Proef nou! Dat zit er zo. Dat is een mooi mee. Dit lucht. I'm happy. Het is een teleurgestelde snoep. Oké. Kijk erom. Je kan er gewoon van happen. Ik doe gewoon niks en blijf doormaken. Dat is wel druipig. Het is niet echt zo mijn ding, maar... Als je persoonlijk van druipen houdt, is die wel echt wel lekker, denk ik. Ik vind druipen, ik vind die makkelijk lekker. Ja. Jij die? Ja. Oké. Okay. Nou, van die Airheads moet je wel houden, maar mocht je van druiven houden, zou ik zeggen, prima doen. Oké. Nou, dit is iets waar Dylan vooral heel nieuwsgierig naar was. Het ziet er ook zeg maar een beetje niet echt gezond uit. Alles gezien. Kijk, dat is ook dit snoep. Specifiek dit snoepje is ook stel onder, niet voor kinderen onder 3 jaar. Echt gewoon, ja. Als een dood zodra. Ja, het is verboden voor kinderen onder de 3 jaar. Ja, maar... Kijk, er staat ook op caution. Consuming one more... Zo. Ga goed. Consuming more than one piece at a time may cause irritation to the mouth. Sensitive individuals should not consume this product. Dus, dat kan ik ook wel even laten lezen. Nu wordt het volgemaakt. Ja, dus dat... Ja. Ik weet niet goed wat ik hiervan moet denken ook zo, maar ik heb echt zoiets van, what the fuck heb ik besteld, maar... Ja. Oké. Nu even kijken of die open moet. Ik denk gewoon zo... Oké. Nou, ja. Er zitten gewoon allemaal soort zakjes in eigenlijk. Nou, hier. Oh, dit is... Oh, er zitten verschillende smaken in! Je hebt hier weer... Nou, ik smaak het, ja. Wat is een smaak? Oké. Zeg maar, kijk. Je hebt bijvoorbeeld ook apple of blue raspberry. Apple? Hey, apple. Je hebt ook nog black cherry. Weer allemaal druiven. Dus... Ja.
Ik ga de Blue Raspberry proberen en jij gaat? Watermeloen. Watermeloen proberen. Maar dat zat een lawaarschim op en dat vind ik eigenlijk ook niet zo fijn, weet je? Het zit er ook een beetje zo... Ja. Weet je? Ik proef wel heel veel watermeloen. Oh, dit is echt wel zuur. Kom lekker. Lekker. Ik heb traanogen bij haar. Ik ben wel lekker. Zo, dat doe ik ook nog een Oh! Oh, god. Jezus. Dat kan eigenlijk wel lekker. Kom maar door zuur laag en dan proef je gewoon puur, ja, ik heb de wapen. Ik proef gewoon echt wapen. Bij mij staat mijn mond een beetje in het pek. Maar wij, je bent er doorheen. Je hebt heel veel zuigen. En ja, dan ben je er doorheen. Ik vind het potje wel leuk gedaan. Ja, het potje is leuk gedaan. Zoals eerste van allemaal, de potje was leuk. En tussen gaat het. Je hebt inderdaad een hele, hele zure smaak aan het begin. En daarna gaat het. Ja, maar het zuurheid is weg heel snel. Ja, maar jammer, in het begin was het heel zuur en dan is het nu van weg. Maar, eerlijk is eerlijk, het potje is leuk gedaan. Goeie. Nou, dan die Jello moeten we dan nog maar even een keer gaan maken. Misschien doe ik dan nog een keer in een vlog of zo. Ben benieuwd. Wat wacht weer de vieste? Deze. Ja. Deze zijn echt absoluut niet. Nee, echt. Echt nee. Na deze zeg ik. Deze lange strips zeker. Ja. Die strips. Daarna zeg ik deze. En dan de lekkerste vind ik toch wel de Mike and Ike. Gewoon puur, het is zeg maar lekker zoet. Het is een beetje als je jelly beans kent, ja, dat smaakt eigenlijk een beetje naar. Dat is allebei even lekker. En dit wel lekker. Het is even zuur en dan is het niet meer weg. Dan is het weg, dat is wel jammer. Dat is ook wel lekker. Dat is sowieso de vieste. Ja. Ja. Ik vond het in ieder geval allemaal wel heel lekker. En allemaal wel, ik vond het wel heel leuk om elkaar uit te proberen. Dus laat even weten in de reacties als jullie vaker nog deze challenges willen zien. Nee, Mike? Ja hoor. En dan zou ik zeggen, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Laat ik even een like achter als je het leuk vond en abonneer ook eventjes. Doei!